De papiermolen baalt dat het net tijdens de warmste zomer ooit dicht is. Door het hete weer van de afgelopen tijd zochten veel mensen verkoeling in het water. Dat kon niet in de papiermolen, omdat daar gerenoveerd wordt. Ik denk dat het vooral zeer doet voor de bevolking van de gemeente Groningen. en de omgeving van Groningen. De bezoekers hebben overal het meeste last van, denk ik. En voor jullie, hoe is dat om het zo te zien? Ja, voor ons is het natuurlijk ook, ook jammer. Het is een zomer waarin je heel veel bezoeken kunt genereren, wat we nu wel gewoon mislopen. De renovatie was gepland voor 2017, maar door omstandigheden liep het project een jaar vertraging op. Verschillende werkzaamheden moesten ook bij hoge nachttemperaturen uitgevoerd worden, en daarom werd besloten het zwembad het hele jaar dicht te gooien. Het is een megaclus geworden. Niet alleen omdat het een groot zwembad is, maar ook omdat er maar minimale aanpassingen gedaan mogen worden. Omdat de papiermolen een monumentale status heeft. Nou, in grote lijnen is het uh, vooral bedoeld uh, om het bad weer heel en veilig te maken. Dus uh, kwalitatief op een uh, goed niveau. Qua beton, qua tribune. En we hebben nog een pakket duurzaamheidsmaatregelen gedaan, zodat we ook toekomstbestendig zijn. Dat houdt onder andere in dat het zwembad afgedekt kan worden met een groot zeil. Hierdoor vindt er minder verdamping plaats en daardoor hoeft er minder water verwarmd te worden. Ook wordt er niet meer met cv-ketels gewerkt. We gaan nu over op met warmtepompen. We gaan warmte aan het riool, wat hier voor het gebouw langs loopt, warmte onttrekken en zodat we het bad ermee kunnen opwarmen. Okay. Nou, en vervolgens hebben we ook nog een, een zonneboiler hier op dag gekregen om de douches mee te kunnen verwarmen. En s is het gebouw. Dus uh, we gaan echt uh, heel erg terug in gasverbruik in de toekomst. Niet alleen het zwembad, maar ook de bezoekersbalen. Volg de social media, maar kijk maar op Facebook. Uh, mensen vinden het natuurlijk heel erg jammer dat je nu niet open bent. En helemaal nu er, uh, buiten water ook uh, blauwalg. Mensen willen toch graag zwemmen en er zijn niet zo heel veel binnenaccommodaties. Daar wil jij eigenlijk niet met dit, met dit weer. Je wilt graag buiten zwemmen. Ja, en dan is het wel jammer dat we dat, we dat nu niet kunnen hier. Elderman is wel blij met het warme weer. Het mocht ook wel even, we hadden een enorm natte winter. Wat juist een heleboel vertragingen opgaf. Ook al omdat we met de bodems van het zwembad bezig waren. Dus we hadden veel last van grondwater. Daarna droogde het op en we een fantastisch weer gehad. En dan konden we onder optimale omstandigheden de coating vervangen. Zodat ik denk, ik ook denk dat we weer tien jaar vooruit kunnen zonder, zonder herstel. Het project zou eigenlijk in juni 2018 klaar zijn en het zwembad zou dan vorige maand weer open kunnen. Door tegenslagen zoals gevonden asbest is de oplevering verlaat naar 1 oktober. Wat nu nog vooral gebeuren moet is de tribune moet verder afgewerkt worden. De betonherstel is zo goed als klaar, maar nu moet nog coating op. Het zwembad moet nog verder even puntjes op die gezet worden. De zwembadroosters en zo, de grijpstanker moeten er nog weer aan. Het tegelwerk is nog niet helemaal weer klaar, bestrating. En er moeten nog wat nieuwe muurtjes. Het metselwerk is nog niet klaar. Dus we zijn nog niet klaar om voor het publiek nog open te gaan, ondanks dat het mooi weer is. De papiermolen verwacht begin mei 2019 weer open te gaan. Tot die tijd kunnen waterratten in andere zwembaden terecht.